Pap! Mag ik je zaag lenen? Het kan iedere ouder gebeuren. Ineens wil je kind zagen. We zagen het totaal niet aankomen. We hebben Justin heel goed opgevoed. Waarom je nou ineens hout wil bewerken? Mijn dochter zegt, mag ik planken zagen voor een boomhut? Ik zeg, papa heeft net zo'n dure spelcomputer voor jou gekocht. En dan ga jij buiten zagen? Bezorg de Ouders Nederland adviseert om kinderen eerst te laten zien wat voor een andere leuke dingen je met hout kan doen. Maak vrolijke fotolijstjes van oude wasknijpers. Bouw een vet cool paleis van ijslollystokjes. Of kijk op veilige afstand samen met uw kind hoe mooi hout eigenlijk is. Mooi, hè? Nee. Tip. Wil uw kind nog steeds zagen, leer het dan lucht zagen. Ja, Justin en ik zijn allebei gek op luchtgitaar spelen. Ja, dan is lucht zagen eigenlijk maar een hele kleine stap. Ook al vindt u het verschrikkelijk dat uw kind wil zagen, blijf met elkaar praten, zodat het niet in zijn eentje de verkeerde keuzes maakt. Wij vinden het belangrijk dat hij op zijn eigen benen leert staan, maar dan wel op onze manier. Uiteindelijk hebben wij geaccepteerd dat Sterre wil zagen. Maar we proberen het niet aan te moedigen. Dit stukje is een beetje scheef gezaagd, Sterre. Jammer. Kom dan maar weer naar binnen computeren, lieverd. Gelukkig is het maar een fase. Ja, dat is het fijne met kinderen. Die zijn overal heel snel op uitgekeken. Hè, tjus? Meer weten over hout bewerken met kinderen en hoe er weer vanaf te komen? Ga dan naar onze website, bezorgdeouders.nl. Want veilig zagen, dat doe je samen. Thank you.